En anders hebben we altijd nog het vangnet van de criminaliteit. Mensen als wij werken niet, jongen. Wij zijn slechts eenvoudige halfgoden. Het enige dat wij hoeven te doen is een oogje in het zeil te houden op organen en bloedsomloop. De versleten mens. Hier maken we volwassenen. Het is vrij simpel. Eerst vervangen we levenslust door allerlei afwegingen. Vervolgens worden de hersens keurig vastgekleefd aan oeroude vooroordelen. Lopen de bandwerk. Dan proppen we ze vol met onze dromen. Neemt u deze profiteur, deze belastingontduiker, deze nietsnut in avondkleding, deze apengaper, dit piepkleine, marginale mensje dat hier voor bestaat, deze steuntrekker, klaargeploeterend door de hoofdstukken van zijn leven, knoeiend in de marge tot uw wettige echtgenoot. U overvalt me nogal. Kunnen we hier een andere keer op terugkomen? Mevrouw, spuug ik ver naast de pot als ik veronderstel dat u zich enigszins gedesoriënteerd voelt. Denkt u er rustig over na? U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: nee! Ik denk dat ik het toch maar doe. Weet u het zeker, mevrouw? Wat doet die jongen behalve zuipen, roken, rukken? Met zijn kinderlokken schrijns. Hoor hem spreken over zijn leven alsof het een kunstwerk is waarin hij zichzelf overtreft. Mevrouw, ziet u het dan niet? Ik doe het toch. Goed dan, zo zal geschieden. Dan kunt u nu netjes plaatsnemen in de illusie van de ander. U zult nu samen nog één leven leiden, dragen en koesteren. En leven dat volledig zinloos zal zijn. Jullie zullen elkaar stukje bij beetje uit elkaar rukken in de naam van de liefde. Dan mogen jullie elkaar nu zoenen. Het allerbeste dat jullie maar zo half gelukkig tot jullie 80ste mogen doorsudderen.